Oké, we hebben even een vlog takeover. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sean. Prankster, Sean Colt. Degene die Kinglet in elkaar beslaat. Nee, dat is wel zo, maar daar gaan we niet over hebben. Maar in ieder geval, we gaan even een challenge doen. En de challenge is... Hoi dames en heren, leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Ja, ik ben nu inmiddels net 5 minuten wakker, denk ik. Want en het is ook vroeg, want het is nu net 5 over 7. Ik ga zo meteen ga ik weg. Want ik ga vandaag voor jullie natuurlijk een hele leuke video maken. Ik ga zo meteen naar de YouTube catering Continuum Kerkrade. En dat is met de trein ongeveer 4 uurtjes reizen. En wat ga ik daar doen? Ja, dus van alles te doen, ook workshops, Q&A's, er zijn eigenlijk meerdere YouTubers, zijn er namelijk, zoals John Coat, Govert Zweep en ook Peter Nouts. Ja, dat ga ik zo meteen naartoe, maar dan ga ik zo meteen eerst even wat eten en voordat we weggaan wil ik jullie vragen, gooi even alvast al die duim omhoog als jullie geen gewone baas bent, maar een opbaas. En laten we gaan. Ben ik hier nou aangekomen bij Continuum en dan gaan we zo even kijken waar Govert is en John Coat, ze zijn allebei zijn hier toevallig bezig met slime aan het creëren, dus dat gaan we even kijken. Lijkt al de slime op plat. Zoals je ziet, hebben ze hier net allemaal slime gemaakt. Doen ze wat geks met de slime? Vang jij hem? Ik heb trucjes, hè. Ik heb slime gemaakt, let op. Ik weet niet of het nog kan, hè? Nee dus. Vang jij hem? Moet ik hem nog gaan vangen ook? Moet ik filmen. Daar gaan we zo, kom op, hè. Daar gaan we. Daar gaan we, 3, 2, 1. Nu moet John met zijn hoofd terugvangen. Kom op, John. Alles voor de video, hè. 3, 2, 1. Ja, kom op, hè. En dan moet jij met je hoofd terugvangen. Gelijk je aan, baas. Ga maar zon aanmoedigen. Zon.
hier natuurlijk ook Govert. Nou, ja, ja. Die kennen jullie ook zeker wel. Nou, dat hoop ik. Ja, natuurlijk van de kanaal Veltox, weet je zo hij die is. En nu yes. Tegenwoordig is het Govert. Ja, tegenwoordig Govert 2 inderdaad. En ik ga naar allerlei verlaten locaties toe inderdaad. En dan, dus, ik zal de link in de beschrijving zetten. En, waar je denkt, wat doe jij voor video's? Wat voor video's? Ja, van evenementen. En nu ook een beetje van dit soort. Eigenlijk van alles. Van alles wat ik tegenkom eigenlijk. Uh-huh. Nou, top. Hartstikke leuk. Ja. Wat is je naam? Op Andy TV. Andy TV. Nou, dan ga ik eens een keer kijken. Ja, dat is goed. Helemaal goed. Nice. Yes, hey, bedankt. Ja, oké, we hebben even een vlog take over. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben John, een prankster, zo'n quote. Degene die Kinglet in elkaar beslagen. Nee, ja, het is wel zo, maar daar gaan we niet over hebben. Maar in ieder geval, we gaan even een challenge doen. Of in ieder geval, hij gaat een challenge doen, ik niet. En de challenge is, zo lang mogelijk in een draaimolen blijven zitten. En dit is de draaimolen. Doe eens voor. Fuck it, dat doe het gewoon. Dat doet wel. Hoeveel rondjes ga je halen, denk je? De andere kant van de zaal. Altijd bij 10 beginnen. Maar gaat wel harder, hè? Ik ga je duwen. Oh, ja, dat is goed. Maar dan moet je de vlogcamera meenemen, of niet? Nou, hou jij maar. Dat, ik hou wel. Kijk, dames en heren, we hebben hier tegenstander 1, tegenstander 2. Kom op, hè, hou je goed vast, hè. En zet vast iedere reacties neer wie je denkt dat er gaat winnen, hè. Dus we gaan beginnen. 3, 2, 1. Oh, stuk wat. En we gaan die hendel trekken, jongens. Hendel trekken, naar voren, naar achteren. Minutes later. Gaat goed, jongens. Ik weet niet hoeveel rondjes ze al hebben gedaan, maar misschien komt hier een tellertje in beeld. Zitten we nu bij de 40. Is dat genoeg? Ja. Ik denk dat ik het gehaald heb. Moet ik wel inlopen, dan heb ik het vol, hè. Er zijn aardige aderen in je nek, komen. Ja? Wat zo? Wat lekker gevoel, hoor. Ja? Ja, joh, het is een lekker challenge dit. Nou, maak zo nog een ronde. Ja, is dat hij het is dat hij niet meer kon, anders had hij nog langer doorgegaan. Nou, dan moet je tegen hem gaan. Ik denk dat hij het wel lang vol kan houden. Thank you.
meer kleur in, hoe meer het erin doet, hoe donker die wordt. Hoe lichter die wordt, hoe minder. Hier zien jullie dus dat John bezig met het bouwen van een windmolen op zonenergie. Ja, maar dan is het eigenlijk geen windmolen meer, toch? Is het eigenlijk een ventilator. Oh ja, dat is wel. Ja. Goed, zonnepropeller. Kijk, die vrouw die weet alles. Dus als je vragen hebt, moet je even bij haar wezen, want zij weet alles. Maar letterlijk alles. Letterlijk alles. Vraag maar wat. Hoe maak je slijm? Met lijm. Met lijm. Met lijm en borax. En dan zijn ze hier aan doen. Ja, perfect. Zo, we dichterbij, want dit ziet er heel relaxed uit. Lekker hoor. Ja. Ja. Het begint al op te lijken. Het ziet er heel stoer uit, maar het is allemaal nog een beetje gammel. Een beetje gammel. Met nog een tijdje eromheen. En als je een tijdje eromheen doet, dan is die gelijk af. Hè? Dan is die gelijk sterk en werkt die. Tijdje, jongen, echt. Ik kan alles weer maken. En duct alles. Ook. Ja, duct tape, dat weten we. Kijk, dat ook. Die werkt door die tijding. Even eens kijken of die al werkt. Hij is nog niet af. We gaan eens even kijken. Come on, vriend, you can do it! Ja, zie je dat? Zie je dat de vrouw hiernaast moet? Zie je nou zelf? Oh, dan gaat hij. Hij komt er een wind vanaf. Ja, heb je de dingetjes ook gezien als hij er nog op is? Ja, gaat niet vanzelf, zie je? Nee, hoor, je zit een klein tikje geven en dan gaat hij. Wat als je let op, hè? Dus hij staat in de zon nu. Doe je één maand even in de borax. Ja, en dan stopt hij. En dan kan je weer opvoeren. Hij komt net niet eroverheen. Ja, het werkt gewoon. Zoals je ziet, dit is het zonnepaneel. Dus als je inderdaad je hand eroverheen haalt, dan krijgt hij geen zon. Dus dan stopt hij er vanzelf mee. Ik denk gelijk van wat als ze nou 10 zonnepanelen erop doen, dan gaat hij dan harder. En vrouw? Ja? Moet je even komen? Dat zeg je ja. Oké. Okay. Blijf op voor, hè? Pak ik je lichtjes op. Dat ben je ook een vrouw. En nu kijk het heel makkelijk, maar je moet nagaan dat je in de stad bent en je kent niemand. En dan moet je in één keer opdracht nog van Kenneth. En dan eerst loop je er al een keer langs over. Pak de volgende mensen wel. Ja mensen, dit is zo weer het einde gekomen van deze video. Ah, is het eind ja? Ga je thuis niet meer vloggen dan? Nee, als ik thuis ben, dan ben ik thuis. Ga uitrusten, okay, eten. Moet ook gebeuren, ja, dat klopt. Daarom. Ja. Dus bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden. Laat het even weten hier beneden in de comments wat jullie van deze video vonden. En gooi natuurlijk even alle likes omhoog. Gooi even alle duimen omhoog als jullie geen gewone baas bent, maar een opperbaas. En volg natuurlijk ook... John Coat. Dus voor hem, het was een hele leuke dag. Ja, ik heb wel genoten, ja, super vet joh. Misschien heb je nog wat geleerd ook. Dat denk ik wel. Dat is het belangrijkste. En jullie ook. Ja, precies. Dus mensen, ik zeg bedankt voor het kijken. Ik ga ook lekker naar huis. Geniet van het weer. En dan zie je in de volgende video weer. Zo om 5 uur. Zoals altijd. Adios.